Hallo serpentjes, ik ben Rico Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Professor Layton en de verloren toekomst. Ik heb vandaag echt een gigantische zware kutdag. Ik denk zo'n 80 kilo. Ik wilde net naar de snackbar voor een disco del om te vieren dat ik de 80.000 abonnees heb. Is de snackbar dicht? Het is fucking zondag, snackdag en dan is de snackbar dicht. Verder is het echt fucking heet op mijn kamer. En ik heb alleen maar blouses en gigantisch dikke YOLO waterpolo truien. Dus heb ik een rokje van mijn vriendin aangedaan. Er zijn redelijk wat gasten die van die kleding dragen. Waar je zeg maar zo je oksels kan showen. Van die bodybuild gasten. Van die skater gasten. Nou, ik dan zeg maar ook. Weet je, dat is pas een verloren toekomst. In de toekomst draagt iedereen de kleding van zijn vriendin. Want in de toekomst is het warmer, global warming, al die shit. In ieder geval, zullen we verder gaan met Layton of zullen we het hebben over vrouwenkleding? Want die shit zit best lekker met dit weer. We waren gebleven bij deze puzzel, die is niet zo heel moeilijk. Je moet namelijk dus alle balletjes zo draaien dat zeg maar rood tegen rood zit en geel tegen geel, blauw tegen blauw. En als er oranje was, ja dan moest het tegen oranje aan. Je moet namelijk beginnen met de dingen die vaststaan. Zoals hier heb je een blauwe en een rode en dan denk je nou, welke past in dat profiel? Bam! En als je hier dan zeg maar de F neerzet, dan krijg je alweer een volgende dingetje van nou, dat is hartstikke mooi. Maar wat staat dan zeg maar hier? Oh, een C'tje! Rapapa! Ik moet trouwens wel even zeggen in mijn eigen verdediging, ik draag nu misschien eenmalig de kleding van mijn vriendin. Ik ken een mevrouw, die draagt altijd de kleding van haar vriend. Oh Rick, hoezo dan? Hoezo dan? Best een lang verhaal. Als je de tijd hebt deze video, dan komen we er naartoe. Even kijken, we hebben hier blauw en groen. Daar kan deze D heel mooi tussen, ja. Oké, dan deze A lijkt redelijk op zijn plekje als we hier deze B neerzetten. Volgens mij is dit het antwoord, ja. Ja, ja. Ik wil in het verhaal horen van de vrouw die mannenkleding draagt, want het is best een ingewikkeld verhaal. Stel, we komen zo meteen bij een veel te lange puzzel en heel toevallig herinner ik me van, oh hey, dat verhaal bestaat, ga ik jou uitleggen waarom ik een vrouw ken die altijd mannenkleding draagt. Niet omdat hij slash, het is geen transgender. Dat is niet, dat zou een heel lame antwoord zijn op die vraag. Nee, het is echt een 100% vrouwpersoon die puur uit rare omstandigheden het leven mannenkleding draagt. Uitstekend! Nu we deze puzzel hebben opgelost, kunnen we naar binnen. Mooi, laten we dat doen. Ik ga alvast eventjes een hele kleine waarschuwing geven. Deze video bevat heel veel puzzels. Alles wat je wil doen in dit fort, een puzzel. Niet gewoon, hey, dit is gewoon een gigantische deur met een slot erop waar je gewoon een sleutel voor nodig hebt. Nee, het is een cijferslot met een code. Veel handiger. Nee! Als je niet wil dat mensen je fort binnenkomen, doe gewoon een stalen deur zonder puzzel. Layton is de puzzelkoning. Dat is geen goede oplossing. Hey, deze deur. Zit er een puzzel op? Oh ja, tuurlijk. Ik geloof dat dit een soort lift is. Misschien kunnen we ons hiermee door het fort verplaatsen. Wat wil je anders gaan doen met een lift? Stilzitten. Het is gewoon een bak waar je in kan zitten en dan gaat hij niet omhoog en naar beneden. Wat een hoop knoppen. Ik heb geen flauw idee hoe ik dit ding moet bedienen. Hey, jullie daar. Ga eens weg bij die transportcabine. Dat is een heel hip woord voor lift. Transportcabine. Scheetgeluiden. Oh nee, ze hebben ons gezien. Wauw, dan heb je echt het meest coole robotfort ooit. En dan heb je fucking beeldschermen met videokwaliteit van YouTube 2008. Hey, YouTube belt, ze willen hun videokwaliteit terug. Serpent Gameplay belt, hij wil zijn videokwaliteit terug. Oh nee, ze hebben ons gezien. We zijn hier voor het meisje dat Clive heeft ontvoerd. Zeg ons waar Flora is. Flora? Oh, bedoel je dat leuke meisje dat de baas heeft meegebracht? De baas? Dus jullie werkten de hele tijd al voor Clive? Inderdaad. Dimitri was maar een marionet. Clive was vanaf het begin onze werkgever. Ah, nu valt alles op zijn plaats. We hebben dat vriendinnetje van jullie in de ventilatieruimte gegooid. Niet dat jullie haar daar kunnen bereiken. Daar zou ik niet zo zeker van zijn. Ik praat in één keer met een hele rare Layton-stem. Wat houdt ons tegen om met deze lift naar de ventilatieruimte te gaan? U was zelfs zo vriendelijk om een uitleg achter te laten. Dus we weten nu ook hoe het werkt. Nietes? Oh, wacht. Ik heb wel dat ene briefje achtergelaten. Gelukkig is het gecodeerd. Doe je best maar. Dat briefje ontcijfer je toch nooit.
Dat zien we dan weer, vriend. De dekselse deur. Oké, dan. Om de deur te openen moet je volgens deze cryptische instructies op de nummertoetsen drukken. Open met een 2, maar laat 4 zitten. Alleen op de 2-toets drukken en de 4-toets onaangeroerd laten werkt niet. Dus hoe moet je deze deur precies openen? Nou moet je even beseffen bij deze puzzels dat het professor Layton is. En niets is wat het lijkt. Als we zeggen open met een 2 en op de 2 drukken werkt niet. Dan is eigenlijk de enige logische verklaring dat je dit doet. Als je trouwens heel irritant vindt dat ik vrouwenkleding draag... Fuck jou! Nee, dat moet toch gewoon kunnen, weet je? Ik snap dat jij denkt, ik hoef zelf geen vrouwenkleding te dragen, maar... Dat je mij nou meteen veroordeelt. Ga jij lekker YouTube-video's maken op een warme zolder, vriend? Of heb je liever dat ik gewoon geen shirt draag? Dat vind ik gewoon raar. Ik draag liever vrouwenkleding dan geen kleding. We openen nu met een 2 en we laten 1, 2, 3, 4 zitten. Als dit het niet is, dan moet ik heel veel inbuntjes er tegenaan gaan flikkeren. Ik geloof dat ik de oplossing heb gevonden. Oh, wat goed. Lekker dan, Ricky. Niks mooier dan een opgerotte... Niks mooier dan een naakte man. Oké, Layton, helemaal mee eens. Sesam, open nu. De truc was om de toetsen aan te tikken die samen het cijfer 2 vormen. En dat snap ik, heb de vraag goed. Laat 4 zitten betekende simpelweg dat je 4 toetsen over moest houden. Helemaal prima. Oké, dan. Kijk, de deur kan nu elk moment opengaan. Wat? Hey, stop. Jullie mogen er helemaal niet naar binnen. En hoe gaat u ons stoppen? U bent niets meer dan een pratend hoofd op een scherm. Maar dat ben ik ook. Is daar wat mis mee? Er is niks mis mee met een pratend hoofd op een scherm zijn. Het is best een goed leventje eigenlijk. Kom op, professor. Laten we Flora gaan redden. Even kijken. De ventilatieruimte lijkt op de 11e verdieping te zijn. Waag het niet om daar naar binnen te gaan. Of ik zal ervoor zorgen dat jullie er spijt van krijgen. Hoe? Door tegen ons te schreeuwen? Oei, oei, oei. Zullen we gewoon lekker verder gaan? Waarschijnlijk krijgen we over enkele seconden weer een puzzel. Yeah. Dit is een kaart van het volledige fort. Kijk, daar is de ventilatieruimte. Volgens mij kunnen we daar met 1 druk op de knop komen. Kom, laten we gaan. Oké, komt-ie. 1 druk op de knop. Hey, dat is 2 drukken op de knop. Ik ben erin geluisterd. En zelfs nog, weet je zeker dat je naar de ventilatieruimte wilt gaan? 3 drukken op een knop. Oké, we zijn er in ieder geval wel. Oké, Rick. Vind hun muntjes. Sowieso hier. misschien hier? Oh, nee. Dat is de ventilatieruimte zeker. Ik denk dat dit de ruimte is die we zoeken. Flora zal wel achter deze grote deur zitten. Echt een wonder dat er geen puzzel op de deur zit. Ik hoop dat ze ongedeerd is. Dat is echt de meest logische zin ooit. Er is geen enkele situatie waar iemand zegt... Ja, ik hoop dat ze heel veel pijn heeft en half aan het doodgaan is. Tuurlijk hoop je dat alles goed gaat. Laten we naar binnen gaan. Oh, Rick vindt me... Oh, zo voorspelbaar. Gewoon dingen die er raar uitzien. Klik erop, krijg muntjes. Laten we naar binnen gaan. Flora! Oh, wat ben ik blij dat jullie hier zijn. Flora is gewoon no fucks, gewoon... Cute. Gewoon cute zijn. Nog even geduld, Flora. We halen je hieruit. Ik moet even zeggen dat ik dit de raarste kamer ooit vind. Waarom heeft deze megarobot een kamer met stilstaande ventilatoren in het midden een glazen bak waar 1 persoon in past? Wist hij van tevoren al, ik ga Flora in een glazen bak stoppen? Sowieso, weet je, als je iemand kidnapt, maak of die persoon dood, of niet. Wat heeft het voor zin om iemand te kidnappen? Want je ging er niet vanuit dat Layton hierheen zou komen, toch? Wat? Huh? Ik snap het echt nooit. Maar of maak iemand dood, of kidnap ze voor een soort bosgeld. Maar wat ben je aan het doen? Oké, we gaan even Flora redden. Mooi is dat. Deze vreemde glazen gevangenis heeft ook al zo'n puzzelslot. Ik kan niet aanzien dat Flora in dit nare ding zit. Laten we deze puzzel zo snel mogelijk oplossen. Oké, dit is het moment om te vertellen waarom ik een vrouw ken die meestal mannenkleding draagt. Het is een heel uitgebreid levensverhaal namelijk. Zo krijg je hem open. Begin bij één van de knoppen en volg de pijlen van de ene knop naar de andere. Zoek de knop die over alle andere knoppen op het paneel leidt. Kun jij achterhalen met welke knop je moet beginnen? Tik hem aan om hem te selecteren. Deze puzzel is super makkelijk. Je moet gewoon alle pijlen volgen en daar 1 lijn tussen zetten. Op een gegeven moment heeft deze lijn een begin en een einde. En ja, dat zijn je knopjes. Dus even kijken. We beginnen bijvoorbeeld hier zo. In ieder geval, dat meisje met mannenkleding. Interessant verhaal. Leuk dat je ernaar vraagt, kijker. Het zit namelijk zo dat... Ik heb die route verpest of niet? Of is het het einde van de route? Dat zou ook kunnen, ja. Oké, dan. Dan gaan we gewoon even wat losse stukjes bij elkaar rapen. Dat meisje... haar vriend
Zeg maar, dat meisje is heel vaak bij haar vriend, maar die moeder weet dat niet. En daarom zegt die moeder telkens van, nee, je mag jouw kleren hier niet hebben, fuck die shit. Oh, kijk, hier is dus het begin. Haha. Ik ga het nog beter uitleggen. Dus die moeder zegt van, nee, dat meisje mag hier niet slapen. Je mag ze, en ze mag... Oh, kut, heb ik het nou verpest? Wat? Wellicht als ik het nog eens probeer. Dat begint verkeerd. Ja, ik wou net zeggen, ik heb het toch goed gedaan? Huh? Dat meisje mag dus daar niet slapen, maar dat doet ze wel. Alleen als ze daar een hele berg kleren heeft, valt het op. Dus draagt ze gewoon altijd die jongens kleren. Mooi verhaal, hè? Ja, mooi liefdesverhaal. Zit ik er één vakje naast? Rick, je bent echt een sukkel. Maar zeg maar, een sukkel van het niveau... sukkelig. Wauw. Ik dacht al, hè? Heb ik het nou helemaal fout? Ik was een beetje... helemaal blown away. Nou, jij bent ook blown away, want jij weet nu waarom er een meisje is op de wereld die mannenkleding draagt. Omdat ze haar kleding daar niet mag hebben. Ik vind het wel rebels. Ik vind het een rebelse statement. Dat gaat de goede kant op. Heb je de laatste pijl opgezocht, die naar geen enkele andere pijl wijst, om van daaruit terug te zoeken? Het startpunt is trouwens een pijl waar geen enkele pijl naar wijst. Zo kun je de puzzel ook oplossen. Ja, had ik ook kunnen verzinnen, ja. Vanaf nu staat puzzel 121 pijl in een hooiberg in het puzzelregister. Kijk, we hebben nu twee Flora's, hartstikke nice. Oké, Flora, ik maak de cel open. Waarom heet het überhaupt de ventilatieruimte? Omdat het een mega ventilator is. Alsjeblieft, laat mij die stem van Flora inspreken. Dit is echt verschrikkelijk. Rustig maar, Flora. We komen je redden. Maar we moeten er snel weer vandoor. Ik volg jullie wel. Ik volg jullie wel. Kom op, professor. Gaan jullie maar alvast naar de auto. Ik kom er zo aan. Ik moet eerst dit gevaar te zien te stoppen. Zeg maar, ik vind de stemacteur van Leighton vind ik heel goed. Alle andere stemmetjes zijn een beetje... Vooral die van Flora is gewoon echt bagger. Geen denken aan. Gevaar of geen gevaar. Ik ben uw leerling en sta altijd aan uw zijde. Ik weet niet, mis toch een beetje passie bij Luke. Sorry Luke, even volgend jaar bij het je best doen. Dan ga ik ook mee. Dan ga ik ook mee. Dit is te gevaarlijk voor jullie. En dus ook gevaarlijk voor u. Oeh, ruzie. Klappen, klappen, klappen. Precies. Ik kan jullie klaarblijkelijk niet overtuigen. Vooruit, maar wees voorzichtig. Het zou ik zijn als ouder. Zo van, pap, mogen we heel veel alcohol gaan drinken? Nee, dat mag ik alleen. Ja, maar dan mag ik het ook. Oh ja, goed punt. Nee, oké, hier is fles vodka. Veel plezier, zoon. Gaan we op zoek naar Clive? Clive? Inderdaad, maar we hebben weinig tijd, dus haast is geboden. Waarom hebben we weinig tijd? We zitten met Clive te chillen in zijn megarobot. Pff, hartstikke normaal. Stop, Clive! Dat was zo'n typische Leighton. Hey, de serie is bijna af. Dialoog. Sst, er komt iemand aan. Verstop je zo goed mogelijk. Is het een puzzel? Is het puzzelwaardig? Maar we kunnen ons nergens verstoppen. Vlug, duik snel achter die machine daar. Oh, mooi is dat. Ze is weg. Vind je het gek? Je hebt Leighton verteld waar Flora was. Aardappel. Hou je er nou eens over op? Ja, ik heb het verpest. Maar je hoeft er niet over door te zagen. Ja, ik ben degene die Clive in de controlekamer moet vertellen waar we kwijt zijn. Oké, ik ga ondertussen achter Leighton en zijn maatjes aan. Gezellig! Woe. Heeft u dat gehoord, professor? Clive is in de controlekamer. Gaan we een praatje met hem maken? Flora, die man heeft je ontvoerd. We gaan niet alleen maar even een gezellig praatje met hem maken. We gaan vuisten. Heel hard ook. Je hebt gelijk. Dat was niet echt netjes van hem. Hoe fancy kun je zijn? Ja, hij heeft me ontvoerd en dood. Ja, is niet zo netjes. Nee, ik vind wel een beetje een boef. Jongens, laten we ons even op de controlekamer richten. Oké. Maar hij heeft wel iets vreselijks gedaan. Toch, professor? Professor? Chill. En dat ding, is dat nog wat waard? Hey, daar komt wat frisse lucht binnen. Oh, daar is het voor. Gewoon ja, robots houden ook van frisse lucht. Daarom hebben we een gigantische ventilatiekamer gebouwd. Toppie idee. Ha, ik wist wel dat ik jullie te pakken zou krijgen. Oh nee, hij heeft ons weer gevonden. Rustig maar, Luke. Hij kan weinig doen van achter de monitor. En nu op naar de controlekamer. Je weet ook helemaal niks, hè? Je hebt de cijfercode nodig om naar de controlekamer te gaan, suffert. Zonder die code kom je nergens. In dat geval zullen we eerst de cijfercode ontrafelen. Bedankt voor de tip. Graag gedaan. Oeps.
Yay, weer een puzzel! De kapotte code. Ik zal jouw code eens kapot maken, kijker. Wat is de cijfercode? Je moet deze 10 stukken combineren om het antwoord te vinden. Verplaats en draai de stukken om het nummer te vinden en tik op antwoord invoeren. Ik moet zeggen, er zijn redelijk wat nummertjes. Je kan denk ik een beetje proberen met dingen die er heel moeilijk uitzien en daar stukjes in proberen te proppen, zoals dit. Ik heb geen idee of dit hoort, maar het zou misschien kunnen passen. Je moet gewoon een beetje aankutten waarvan je denkt, nou, dit zou misschien een mogelijk puzzelstukje kunnen zijn. Hé, hey, dit past wel heel mooi. Oké, okay, dan. Laten we er even uitgaan dat dit stukje hoort en daar wat op proberen aan te passen. Hey. Dat is denk ik het moeilijkste. Het moeilijkste van deze puzzel is proberen een soort van begingetal te maken. Is dit een 8? Dat is sowieso een 8. Oké, okay, dan. Dit zou een 0 of een hele lelijke 2 kunnen zijn. Oh, kut. Voor mij past dat daarin. Hey, draai eens mee, kreng. Oh, nee, ah! Je moet zo precies in het midden van het stukje drukken om hem te slepen. En als je dan aan de zijkant klikt, draait hij. Het is super irritant, geloof mij maar. Oké, okay, dan. Dit is waarschijnlijk een 1. Deze code gaat kanten op. Oké, okay, dan. Dit is weer iets van een 1-achtig ding. Hebben we nog een soort stukje dat daarin past? Dan prop ik die ook even meteen mee. Misschien past dat daarin. Nee, dat is gewoon heel lelijk, Rick. Oh, nou dan doen we dat niet. Dit al geprobeerd? Nu wel. Oké, okay, dan. Eén heel lelijk stukje nodig dat daarboven past. Yes. Zo. En dan waarschijnlijk als allerlaatste. Tada. De code is 81. Of 801127. Nu kan de moeilijkste deel de code invullen. 0811127. Meestal begrijpt Leten mijn handschrift niet, maar deze keer soort van wel. Woe! Die klus is geklaard. Die klus is meer dan geklaard, vriend. Ontcijferd. Het antwoord is 08. Ja, dat weet ik. Ik heb het net opgeschreven. Dit wordt duidelijk als je de stukjes op de juiste manier in de vorm plaatst. Nu weet je de cijfercode. Ja, hoe denk je anders dat ik het gedaan heb? Ieder mogelijk getal tussen 1 en 0. 999.999.000 proberen. Dan ben je eventjes bezig. Ziezo. Oh nee, hiervoor krijg ik flink om het donder van Clive. Als je zo bang voor hem bent, waarom ga je dan niet gewoon vandoor? Hm? Wacht eens, wat zei je? Ik zei dat je net zo goed tussenuit kunt knijpen. Als je toch al weet dat je gestraft zult worden. Hé, dat is niet eens zo'n gek idee. Misschien ga ik dat wel doen. Ja, ik zei dat op een lopen. Toedeloe. Ongelooflijk dat hij daarin trapt. Bad guy of the year. Oh, kan ik gewoon weggaan? Oh nee, dan doe ik dat wel eventjes. Dus even naar Clive toe gaan dan, in de controlekamer. Dat kamer waar heel veel controles worden gedaan voornamelijk. Je hebt de ingang controlekamer bereikt. Kijk deze gast dan. Kijk hem dan. What the fuck is dit? Dat werd tijd. Ik begon al te denken dat Clive het mis had. Toen Lockjaw de benen nam, waren we jullie even kwijt. Blijkbaar heeft Clive zijn zaakjes goed geregeld. En waarom heeft hij u op ons afgestuurd? Snap je dat dan niet? Ik ben de domme kracht. En normaal gesproken zou ik nu laten zien hoe goed ik ben met messen. Dat is gewoon heel eng. Professor, kijk uit! Luke, Flora, ga achter me staan. Rustig maar. Het enige wat ik vandaag aan jullie hoofd slinger is deze vlijmscherpe puzzel. Waarom? Waarom? Ja, normaal gesproken steek ik je dood, maar vandaag heb ik een scherpe puzzel. Nee. Nee, dat is niet hoe bad guys functioneren. Plaats katogen in de ronde openingen. Er mag alleen geen vierkant of liggende of staande rechthoek worden gevormd van 4 stenen. Tik op een pictogram in de hoek linksboven om voorbeelden te bekijken van hoe je de stenen kunt rangschikken. Deze puzzel heeft 16 openingen. Hoeveel stenen kun je maximaal gebruiken zonder de spelregel te overtreden? Voer dat getal in als antwoord. Oké, dus zeg maar. Een compleet vierkant of rechthoek met stenen op alle vier hoeken is, ongeacht het formaat, ongeldig. Dus je mag zeg maar geen vierkant of rechthoek trekken. En je moet zoveel mogelijk dingen hierin stoppen. Laten we hier eens mee beginnen. Dit ziet eruit alsof je hier geen vierkant van kan maken. Wacht even hoor. Wacht eventjes. Je kan hier nog steeds geen vierkant maken. Hey. Ach, dan heb je hier zeker een, nu heb je hier een rechthoek. Nee, dat kan niet. Oké, okay, dan. Tot hier vond ik het best goed gaan. Wacht even, als ik nou dit doe. Ja. Kan je nu hiervan een vierkant maken? Is dit een ding?
Hier is geen vierkant. Voor mij heb je op deze manier, als je er één blokje bij zet, maar niet uit waar, maak je meteen meerdere vierkanten. Toch? Ja, want dan maak je zo weer een vierkant. Ja, ja. Je hebt dus nu op geen enkele manier een vierkant. Het zijn allemaal drie kanten. Je kan heel veel driehoeken maken als je wilt. Dit zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oké dan. Ik vind het een prachtig antwoord. Allemaal is dus 9. Ik geloof maar dat is het ook goed? Natuurlijk is het goed. Haha, het is goed. Niks mooier dan een naakte man. Oogstrelend. Wil je aan de spelregels houden, dan kun je maximaal 9 stenen plaatsen. Hoe je ze ook rangschikt. De afbeelding hierboven is slechts één van de mogelijke oplossingen. Oh, ik had één van de mogelijke oplossingen. Ik ben gevleid. Het lastigste aan deze puzzel is om zeker te weten of je wel het maximale aantal stenen hebt geplaatst. Altijd gewoon, oh, ik denk dat 8 is. Oh, is dat het niet? Is het vast 9. Dat werkt heel goed in Layton. Ik had gehoopt dat deze puzzel je doodsteek zou zijn. Kunnen we nu langs? Ja, maar alleen omdat ik jullie geen haar mocht krenken van Clive. Anders zou ik jullie nadere kennis laten maken met mijn messenverzameling. Als je snapt wat ik bedoel. Kijk uit, misschien liegt hij wel. Hey, maak je niet druk, knul. Bevel is bevel. En Clive is nou eenmaal niet te stoppen. Schiet op, de baas houdt niet van wachten. Nou, oké dan. Wat is Clive in hemelsnaam van plan met zijn machine? Dat vraag ik me ook wel eens af, vriend. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Professor Layton en de verloren toekomst. Volgende aflevering gaan we chillen met die gast daar. Clive. Ik denk dat volgende aflevering de finale is. Een redelijk lange finale. Net als mijn penis. Yes, dames en heren. Moest dat nou, Rick? Nee, tuurlijk moest dat niet. Maar ik deed het toch. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Professor Gaten en de verloren toekomst. Draag vrouwenkleding of mannenkleding. Draag kleding, want naakt zijn... is redelijk openbaar. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!